Ik ben op basisschool De Brink in Amsterdam en ik ben op zoek naar Jaap Versveld. Hij is de oprichter van Stichting Leerkracht en hij heeft een methode ontwikkeld waarbij leerkrachten, leerlingen en ouders meer gaan samenwerken en waardoor eigenlijk ja, de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wordt. Het is een prachtige stichting. Ik heb hier een gouden sjeek. Hij weet van niets. Ik vind het altijd heel spannend. Hallo, goedemiddag. We komen even storen. Mag ik binnenkomen? Ja, kom. Hoi, ik ben Nicolette, ook van de Postcode Loterij. Jij dacht een goede meeting te hebben met mijn collega's van de loterij. Ja, ja. Maar ik ben hier niet zomaar, want wat sta ik er krampachtig bij met mijn jas. Jammer. Tata. Tata. Niet normaal. Jaap, deze is voor jou en voor Stichting Leerkracht. Laten we met elkaar gaan aftellen, jongens en meisjes. En kijken wat voor prachtig bedrag er in deze gouden envelop zit. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Daar gaan we. 3, 2, 1. Ja! 1 miljoen euro voor Stichting Leerkracht! Komt even rauw op je dak vallen dan, hè? Nogal. Jaap, kun je ons vertellen wat Stichting Leerkracht precies inhoudt voor de mensen die niet weten wat het is? Nou, hier gaan echt miljoenen leerlingen echt heel veel plezier van hebben. Beter onderwijs, meer betrokken in de klas, hè, wat jullie nu ook aan het doen zijn hier. En meer kansen voor kinderen. We zitten nu op bijna 1000 scholen. Ons doel is naar 1500 te gaan en dat gaat dankzij dit bedrag zeker lukken. Vaarste juf die net voor de klas stond, merk jij dat nou ook dat dit een methode is die nu al zijn vruchten eigenlijk afwerpt? We hebben het leerlingenbord en op het leerlingenbord formuleren wij als leerkracht met de klas en de leerlingen de doelen waar zij aan willen werken. En dat zijn doelen die uit de kinderen zijn gekomen, waardoor zij zich prettig voelen. En niemand ontwikkelt zich zo goed als wanneer je je goed voelt. Ja, ja, absoluut. Ik wens je heel veel succes.